Goedemiddag, daar ben ik weer, ZeldaPlay20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. Zoals jullie in de update hebben gezien, is er helaas aan het een en ander fout gegaan, waardoor dat we dus behoorlijk veel van de opname kwijt zijn wat er gebeurd is. Dus, dankzij een paar hele goede reacties op de vorige video, Ewout en Nienwezen, nogmaals bedankt daarvoor, hebben we dus het idee gekomen om toch verder te gaan. Maar dan eventjes snel te laten zien wat we gedaan zijn. Nou, we zijn in, gewoon even met fotoflash, anders duurt het allemaal zo lang, hè. Dus, we zijn hier in Lavendertown, zijn we bij de radiotoren geweest. In de radiotoren hebben wij een kaart gekregen en die kaart kunnen we de pokervloed gebruiken. Waardoor we eigenlijk hier naar beneden zijn gelopen. Op deze route is geen nieuwe Pokémon te vinden, alleen maar een paar Pokémon trainers die we dus hebben kunnen battelen. En waar we dus hierdoor bij de Diglett Cave zijn gegeven. Nou, dit werd geblokt door een gigantische Snorlax. En aangezien dat we via de andere route zijn gekomen, heb ik hier dus een paar bio's voor jullie. De eerste bio die we tegen gaan komen is Hypno. Die kun je hier vinden op route 11. Dat zit hier aan de linkerkant van ons. Hypno is de geëvolueerde vorm van Drowsy. Redelijke Pokémon. Er zijn sterkere psychische types, zeg maar, die je kunt hebben. En mocht je dus voor Hypno willen gaan, dan raad ik nog steeds aan om eerst voor een Drowsy te gaan. Zoals je kunt zien is dat een best goede Pokémon. Goed, dan kunnen we dus hier Snorlax vangen. En ja, we hebben hem gevangen. Alleen ja, helaas. Maakt niet uit. Snorlax is een hele defensive, echt een hele sterke defensive val. Kan hele harde klappen uitgeven, deze is speciaal voor jou de Towler. Snorlax is gewoon een geweldige Pokémon. Goed, toen zijn we via Diglett's Cave. Komen we dus gelijk bij Diglett aan. Diglett is een redelijke grondtype Pokémon. Kan goede klappen uitdelen. Weinig HP, evolutie van de Dugtrio kende hier ook vinden. Niet echt veel te zeggen over deze Pokémon. Het is gewoon een standaard grondtype die je dus zeg maar hier kunt vinden. Toen zijn we vanuit route 1, of ja, route Diglett Cave moet ik zeggen. Zijn we dus zeg maar bij route 1 en 2 terechtgekomen. Hebben we voor je gezien bij Pallettown, waar dus niks te halen is op dit moment. Een paar items hebben we daar gevonden die niet echt heel erg boeiend zijn. En route 2 ook geen nieuwe Pokémon. Route 2 daarachter brengt wel, mocht je dus niet zoveel geluk hebben om een Pichu uit en uit te krijgen. Kun je dus Pikachu vangen op route 2 wat hieronder ligt. Nou en dan in Pewter City zijn we dus gelijk geweest en hebben we dus de gym verslagen. Brock, ik pak heel eventjes mijn speakbriefje erbij. Kan ik jullie heel eventjes vertellen wat dus zeg maar de beste strategie is om tegen Brock te vertellen. Want ja, dat hoort toch in de let's play. Dus want ik had echt alles voorbereid, hè. Dus Oké, nou, Brock, mocht je dus een grastype hebben, dan ben je gewoon hier echt OP, dan heeft Brock geen kans. Dus zeker handig om te weten, neem een grastype mee of een watergrondtype wil ook heel erg goed helpen. Of mocht je toch nog, het klinkt raar, zekerheid hebben, een elektrische type. Want Brock komt namelijk aan met een Graveler op level 41, een Rhyhorn op level 41, een Omastar, dat is een watersteentype, op level 42, Onix level 44, Kabutops level 42 en Kabutops is ook een watersteentype. Goed, we hebben hem natuurlijk zonder enig probleem verslagen. En dan zal ik jullie ook eventjes gelijk de levels laten zien van van mijn team. Zeritant level 44, Snibbit level 44, Kinkiet level 44, Bolt level 46, Fireflame level 44, Midna level 43. Goed. Op dat punt dacht ik bij mijn eigen van, goh, is het nou niet tijd voor een Legendary? Nou staat er hier een gozer en die geeft jou de Silver Wing. De Silver Wing is heel erg handig, want die heb je dus nodig om naar de Legendary Pokémon te gaan zoeken. Enigste nadeel is nou tot ik dus zeg maar helemaal zinloos daar naartoe mag gaan vliegen om het jullie te laten zien. Dus, waarom ook niet? Ook even leuk om te melden dat ik met het treintje ben geweest, want ik heb het treintje eigenlijk helemaal nog niet aan jullie laten zien. Dat was eigenlijk de bedoeling in die opname die verloren is gegaan. Hoe vaak gaan we dat nog mentionen? Vaak in deze aflevering, want het is backtracking van hier tot en met Ginder. Maar goed, eventjes over de reacties. Heel veel mensen die waren dus teleurgesteld als het zou stoppen. En hoopten dan zeg maar dat we dan door zouden gaan op de volgende let's play. Maar ja, ze vonden het heel erg jammer. Heel veel mensen dachten dat ik dan echt helemaal zou backtracken weer vanaf het begin. En dat ik dan helemaal weer terug zou lopen naar dit punt. Dit werkt niet. Het probleem is als je dat gaat doen, je komt nooit op hetzelfde uit. Levels zullen niet hetzelfde zijn. Gender van de Pokémon zullen nooit hetzelfde zijn. De items zullen nooit hetzelfde zijn. Dus ja, je komt op een heel ander iets uit. Dus je kunt beter dan gewoon eventjes een gaatje hebben wat je dan zo eigenlijk een beetje probeert dicht te schoppen met wat je dus zeg maar het beste kan gaan doen. Nou, de reden waarom dat ik dit wel helemaal laat zien, omdat ja, die routes die bouw ik dan gaan maken terwijl dat ik nog aan het bewerken ben, want die routes waren dus nog onder progress. De routes waar ik het dus over heb is bijvoorbeeld route 11. Die is niet van toepassing, want ja, route 11, daar kun je alleen Hypno tegenkomen en daar kom je bijna nooit. Dus route 1 en 2 idem dito. Route 3 ook, hetzelfde verhaal. Mount Moon, hetzelfde verhaal.
Dus het scheelt toch weer een beetje editingwerk. Dus daarom kunnen we er toch wel een beetje snelheid in gooien. Goed, waar we dus naartoe willen is... We willen nu naar de Cedarwood City. Want daar kunnen we namelijk gaan surfen. En ik maak een fout. Even wachten. Ik was even vergeten dat je hier je waterbaasje... Oftewel degene die je dus alle water-ASM's hebt gegeven... Die moet je hier wel bij je hebben, anders zou dus dit niet mogelijk zijn. Nou, sorry voor een super rappel. Deze route, als je hem weet, is hier heel erg makkelijk. Weet je hem niet, dan ben je nog wel heel eventjes een tijdje verdwaald. Waar we naartoe willen is, we willen naar één van deze vier eilanden, zeg maar, die hier te vinden zijn. Dit gaat voor de legendarische Pokémon die we dus, zeg maar, willen vangen. Ik heb hem al gevangen, maar dat wil niet zeggen dat jullie niet de route krijgen te zien. Dit vrouw wat je hier ziet, dat is eigenlijk je mikpuntje. Je hebt hier een whirlpool, dus daarvoor zorg je ervoor dat je whirlpool hebt. Dit kan alleen maar als je Brock hebt verslagen. Ik wil er wel even bij zeggen. Hier naar boven toe. Nou, dan komen we dus zeg maar bij een cave. En nou ben ik wel dom geweest, want ik heb flash niet bij me. Damn! Oké, nou heel eventjes een korte trip terug hebben gemaakt om even HM Slave weer mee te nemen. HM Slave. Moeten we hier, omdat dit nogal een beetje raar gemaakt is, moeten we daar nog eventjes een stukje surfen. En dan gaan we hier de cave in. Wat je wilt doen is, je wil hier flash gebruiken. En ik heb trouwens een beetje gevonden waarom dat het beeld zo... als je overdag kijkt, dan heb je nog wel eens zeg maar, de kans dat je dus zeg maar moeilijk dingen kan zien. Ik heb op mijn televisie gewoon de brightness helemaal op maximaal gezet. En daardoor kan ik gewoon dus zien waar we naartoe gaan. Goed, je ziet daar een item. Die item wil je niet hebben. Je wil namelijk de bovenste route pakken. Die item is echt niet waard, geloof mij maar. Je wil dan hierin gewoon het weggetje volgen. Er liggen dus sommige items die je dus zeg maar mee kan nemen. Bijvoorbeeld als ik hier naar beneden toe ga. Dan, even kijken hoor. Dan ligt hier dus zeg maar op dit plateau ligt een item. Wat je wil doen is je wil hier naar beneden toe surfen. Hier heb je geen waterval trouwens voor nodig. Maar ja, je hebt toch je HM slaaf bij je voor, je waterbaas voor... voor Whirlpool. Nou, dan wil je op dit kleine eilandje en dan wil je dus hier naar binnen toe gaan. Dan kom je hier uit bij deze pool en daar komen we dus, hier zal dan Lugia zitten. Nou, zoals ik al zei, Lugia is al gevangen, jammer genoeg. Laten we toch heel eventjes dit set zien. Lugia komt niet met speciale muziek. Lugia is een decent legendary. Ik vind hem niet echt een van de sterkste legendary met zijn flying psychische type. Heel veel dachten dat het een watertype was, maar ja, I can Aeroblast leren. In dit spel, volgens mij, heeft hij die niet. En ik weet niet of hij die nog zou überhaupt leren, maar Aeroblast is dus een hele sterke luchtaanval. En ja, zo vang je hem eigenlijk. Nou, ik moet wel zeggen, het was een heel pittig gevecht. Ik ben er een uur toe mee bezig geweest. Hij komt namelijk met aanvallen, Hydro Pump, Recover, Gust en Rain Dance. Die recover die ga je irriteren. Echt. Ik heb hem heel vaak op red health gehad. En dan gooide ik pokeballen, ultraballen, kreepbals. Nou, pokeballs had ik niet. Ik had alleen maar kreepbals. Ik had 20 kreepbals en 16 ultraballs bij me. Kijk wat we over hebben. Alleen nog maar 6 ultraballen. De rest is allemaal weg. Nou, wat ik ook aanraad natuurlijk voordat je deze dungeon in gaat. Zorg er even voor dat je een Pokémon bij je hebt met Dig. Of met een escape rope. Dat je gewoon een escape rope bij je kan hebben. Want dan ben je namelijk zo weer buiten de dungeon op route 41. Goed. Vanaf dat punt ben ik weer... Trouwens, heel eventjes tussendoor. Hier heb je hem, hè. Lugia, level 60. In Pokémon Crystal zou die op level... Of in Pokémon Silver zou die op level 40 zijn. En in Gold zou die op level 70 zijn. Dus dat zal ik hem eventjes laten zien. En Snorlax, ook de Pokémon die we hebben gevangen. We hebben ze allebei. En voor de mensen die het vragen, Lugia is gevangen in een ultrabal. Heel erg anticlimax, ik weet het. Maar goed, eventjes verder met waar dat we naartoe zijn gegaan. Oké, toen zijn we door route 3 gekomen. En zoals je ziet is het beeld al gelijk even klein gemaakt. Omdat ja, ik heb die sidebalkjes ervoor. Maar hier kun je dus Clefairy tegenkomen. Clefairy is een decent normal type. Het is eigenlijk zeg maar gewoon een Chansey op dieet. Ik bedoel, hij is iets minder HP-erig dan een Chansey. Maar hij kan behoorlijk veel HP krijgen. En ik toch wel iets meer tot hij klappen uit kan delen. Dus zeker een handige Pokémon. Maar goed. Als we dan zeg maar het beeld weer terug gaan, dan krijgen we dus zeg maar Geo Jr. hier eventjes in beeld. In de zijdballetjes. Want hier staat Geo Jr. ons op te wachten. En dat is de laatste keer dat je hem officieel tegen kan komen. Je kunt hem nog een keer tegenkomen.
Maar dat leg ik zo wel even uit. Hij zou hier aankomen weer met Sneasel level 41, Corbett level 42, Magneton level 41, Gengar level 43, Alakazam level 43 en Ferelligator op level 45. Eventjes een noot naar die Ferelligator. Die Ferelligator is nog steeds zo baardeloos als men zijn kan, omdat hij nog steeds de aanvallen Rage, Watergun, Scary Face en Slash heeft. Volgens mij niet echt veel verschillende in zijn Pokémon, maar... Heel erg makkelijk. De enige plek waar dat je hem nou nog tegen kan komen is op Victory Road. En dan zal hij dus zeg maar in plaats van een Golbat een Crobat hebben. En dan heeft hij eindelijk geleerd dat hij moet zorgen voor zijn Pokémon. Goed, met dat out of the way hebben we de trainers gebaddeld die zeg maar op die route zitten. Op die route zit ook geen nieuwe Pokémon. Volgens mij uit het hoofd is dat route 4. In ieder geval geen nieuwe Pokémon daar te vinden. Wel een paar trainers die hebben toen gebaddeld. En die skipte ik al sowieso. Die had ik al op off-screen modus neergezet. En toen zijn we dus aangekomen hier bij Cerulean Cindy. Waar dat we dus zeg maar de tweede gym zouden gaan halen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we dus eerst nog iets doen. Want ja, die gym die... Misty is niet bezig. Of die is nou niet op... die is nou niet te bereiken. Spreek hem bericht in naar de piep. Verder wil ik nog heel eventjes één ding melden wel over Mount Moon. Mount Moon, daar kun je op elke maandag... Kun je daar een soort van storm zien van zo'n meteorietenregen. En dan krijg je dus een Moonstone zien. Die Clefairy zie je dan dansen. Hartstikke leuk. En noem maar op. Dan krijg je Moonstone. Er zit daar ook een shop. Die is volgens mij alleen op maandag open. Of hij is alleen overdag open. Of in de ochtend. En die verkoopt dus zeg maar de drinks. Dus in plaats van bij de vendingmachine constant A te moeten gaan drukken. Kun je dus zeg maar daar gewoon in één keer. Poef. Super veel lemonades halen. En dat heb ik toen ook gedaan, want ik dacht echt bij mijn eigen van ja, screw potions. Lemonades zijn veel makkelijker. Goed, nou hebben we dus al de backtracking gedaan. Zitten we op 11 minuten. En de telefoon gaat. Nee, nou zitten we op 11 minuten, maar ik wil toch in deze battle, of in deze aflevering, wil ik toch een gym battle doen. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, heel erg simpel. Misty die zit hierboven, alleen in order om daar boven toe te komen, hebben we dus een gigantisch aantal trainers te doen. Nou ken ik al die trainers wel offscreen gaan doen, maar... Ik heb liever dat ik eigenlijk dit met een fast forward ga doen. Bij de way, route 24 en 25 zijn precies hetzelfde. Daarom veranderen de zijballetjes niet. Over de zijballetjes die ik dus nou gelukkig kan skippen. Wat dus een heleboel editingwerk scheelt. Moet ik zeggen tot het een geluk bij een ongeluk is. Dus laten we hopen dat dit gat... Ja, sorry daarvoor. Opname die is gewoon gefaald. Ja, beeld is gefaald. Niet de opname zelf. Waardoor dat ik het niet kon bewerken. En dat was eigenlijk best wel vervelend. Goed, ik ga Midna ga ik vooraan zetten. Want we hebben dus een hele... Hoe vaak ga ik die fout nou nog maken? Maar goed, we hebben dus in ieder geval Midna, die gaat vooraan staan, want die is op dit moment het laagst geleveld. Dus start fast forward muziek maar!
Oké, nou, dat was die fast forward weer. Dat item daar, dat kun je pakken met HM, maar met kaart, maar geen zin in. Nou, als je al die trainers hebt verslagen, you took on one more battle than you expected. But you won anyway, as promised. Yeah, you win a prize. En je krijgt er een nugget van, net zoals in gold, of in blauw en rood, blue en red en yellow. Dat je dus zeg maar, die zes gasten hebt verslagen, dan heb je de nugget terug en dan moet je dus hun verslaan. Alleen ja, deze is dan ook zo lekker gemeen om dan ook nog eventjes te zeggen van, hey, ik heb je nou de nugget gegeven, maar je zult wel moe zijn. Zullen we even battelen? Zo'n mafkees is dit zo. Nou, deze die ken ik gewoon eigenlijk met audio-commentaar dan maar erbij gooien. Net zo makkelijk. Dit moet je doen in orde om... Hier gewoon automatisch Engels te praten. Nee, maar... dit moet je dus doen om naar Misty toe te komen. En daarom is dit dus eigenlijk wel verplicht. Maar ja, het zijn... hele makkelijke battles die makkelijk te skippen zijn. En ik had dus zeg maar een regel in de vorige opname sessie dan neergezet. De regel die ging als volgt. De route zeg maar die we dan tegen zouden komen. Dan zou ik offscreen eerst eventjes alle... waar is Kinky? Oh, alle routes. Even eerst alle trainers eventjes aan de kant schuiven. Zodat we gewoon door die routes heen konden lopen. En eventjes over de nieuwe Pokémon heen kon gaan. Want zoals ik al toen had uitgelegd. Dat leg ik dan nu nog een keer uit. Ah, vervelend dit. De Pokémon trainers die hier zijn, zitten allemaal rond de level 30, 40 hooguit. Sommige zitten nog zelfs op 28, dus echt heel erg laag geleveld. Maar het is toch weer experience dat je mee kan nemen voor iets wat komen gaat. Dus vandaar dat ik eigenlijk zoiets had van... is het wel zo makkelijk om om dat dan zeg maar die trainers toch mee te pakken, maar dan niet op screen te tonen, omdat dat zal allemaal langdradig zijn. En ik denk dat we nog ongeveer op... 2 weken zitten tot dit project dan nog door zou lopen. Mits alles natuurlijk goed gaat. Laten we er maar gewoon vanuit gaan dat alles goed gaat. Want ik vind het echt jammer dat de Pokémon niet meerdere saves heeft. Maar ja, aan de andere kant is dat ook wel logisch. Omdat het is gewoon een gigantisch spel. Dus waarom heb ik... Ik wou eigenlijk Bolt. Maakt niet uit. Daarom ben ik eigenlijk zoiets van... Ja, Pokémon, dat is heel erg... Ja, voor Let's Plays is het dus heel erg lastig om wat te doen. En daarvoor wordt het meestal op een emulator gedaan. Maar ik wil het niet op een emulator doen. Ik wou het gewoon via de Game Boy Gamecube Player doen. Dus Gamecube, Game Boy Player. Maakt niet uit. I never had a battle this good. Wat? Zo verslagen? Bijna geen schade kunnen doen. This was a great battle. You and your Pokémon are truly outstanding. Nou, hartelijk bedankt. Goed, waar we dus naartoe willen gaan is... Nou, daar. Oh, why did you have to show up and bug us now? Do you know what they call people like you? Pests! You heard me right, pests! Oh, those badges you have. Are they Johto gym badges? If you must have 8, you must be good. Okay then, come to Cerulean Gym. I'll be happy to take you on. I'm Misty, the gym leader in Cerulean. En zij loopt totaal de verkeerde kant op eigenlijk, omdat, ja, dit is dus zeg maar een omweg. Dit huis is heel erg interessant, hier kun je dus zeg maar Pokémon laten zien. You know Bill, he's my grandson. He is in Johto. He does something with PCs, so I'm house sitting. My grandson Bill told me about a Pokémon that has a long tongue. If you have that Pokémon, may I see it please? Nee, want ik heb die niet. You don't have it, that's too bad. Deze gast die vraagt dus elke keer of je Pokémon wil laten zien. In dit geval wil hij dus een Lickitung zien. En hij geeft je dus zeg maar ook de Pokémon zijn. It's a TV! Hij geeft je dus zeg maar de evolutiestenen voor elke Pokémon die je dus... ik geloof dat de eerste steen die je krijgt gewoon de Everstone is. Dus aangezien... Ja. Je kunt daar dus zeg maar dan vraagt hij na een tijdje om een Growlithe of je die wil laten zien. Of een Vulpix, een van die twee geloof ik dat het was. Krijg je een Vuurzin of een Ponyta, ik weet het niet precies. Maar dat is dus ook echt maar een manier om aan de routes te komen. Nou weet ik dat we al bijna 16 minuten in deze aflevering zitten. Maar ik wil gewoon een gym battle in deze aflevering. Ik bedoel... Ik wil gewoon een gym battle, laten we het daar gewoon eventjes op houden. Dus, hello, welcome to the Pokémon Center. We can heal your Pokémon, the perfect health. Shall we heal your Pokémon? Oké, may you see your Pokémon? Ja, 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 ja! Schiet hem maar op! Druk op azen en een bezetene gewoon. Goed, je Pokémon are fully healed. We hope to see you again! Welke ziekenhuis zegt zoiets. Maar goed. Wat ik dus eventjes van plan ben is... normaal gesproken denk je bij je eigen dat je dus heel erg goed zit... mocht je dus zeg maar een elektrisch type hebben. Soort van. Bolt is... Of ja, een elektrisch type is zeker hier een aanrader om mee te nemen. Maar je hebt hier natuurlijk ook weer die random trainers die ik in 1 seconde heb gebattled. Zoals ik al dacht, een fluitje van de cent.
Zoals altijd, zoals ik al zei, je wil saven van tevoren als je dus zeg maar met een gym battle bezig gaat. En nou is het probleem bij deze gymleader. Die heeft één Pokémon waardoor dat elektriciteits-Pokémon geen effect hebben. Dus daar wil je voor uitkijken. Dus zeker, zorg ervoor dat je een grastype bij hebt. Of anders een andere sterke Pokémon. Maar elektriciteit is voor de andere Pokémon die ze heeft dus wel heel erg handig. I was expecting you, you pest. You may have a lot of Johto Bim badges, but you better not take me too lightly. My water type Pokémon had up. Oké, nou kom maar op, Misty. Bring it on. Dus hier hebben we Misty van de Cerulean Gym en die heeft 4 Pokémon. En ze gaat beginnen als het goed is met een Golduck. Golduck level 42 met aanvallen, Surf, Disable, Psych Up en Psychic. Al moet ik wel zeggen dat Golduck eigenlijk helemaal nog niet eens een Psychic Pokémon is. Maar goed, wij beginnen gewoon met de Thunder en Golduck die gaat als het goed is gelijk naar beneden toe. Dus, oh ja, en Bolt had trouwens een leveltje gekregen van die 3 trainers, dus belangrijk. Die heeft nog niet eens schade gekregen. Het enige wat we deden was Thunder Punch. Dus als het goed is gaat ze nou Quagsire inzetten. Juist, dit is de Pokémon waar ik zei dat je voor wil uitkijken. Ik denk dat ik de Snippet eventjes tegenin ga zetten. Quagsire is op level 42 met aanvallen Surf, Amnesia, Earthquake en Raindance. Dus een grastype zal hier eigenlijk heel erg goed tegen zijn. Maar ja, wij hebben geen grastype omdat wij namelijk een elektrisch type hebben gekozen boven een grastype. Dus laten we maar gewoon Headbutt doen. We zijn sneller dan Quagsire. Quagsire laat ook onze kinkje even weten hoe sterk dat kan zijn. Maar normal attacks kunnen behoorlijk wel een goede klap uitgeven. En ik hoopte dat hij daar zou flinchen, maar natuurlijk niet de surf. Maakt niet uit. Wij wachten op de surf. Nou, Snibbit. Goeie defense, dat ben ik blij om. Oké, Headbutt maakt het af. Ja, erg leuk. Yay! En dan gaan ze met een Lapras. Oh, nou dit wordt dus gevaarlijk. Lapras is op level 44 met aanvallen, Surf, Parasong, Blizzard en Raindance. Blizzard is dus heel erg gevaarlijk tegen grastypes. Dus daarom is een elektrische type hier heel erg handig. Nou hoop ik dat mijn Thunder gaat raken. Goed zo. En aangezien dat Lapras een behoorlijke defensive wall is van de watertypes. Hoop ik dat dit een one-hit KO is? Nee, nog niet eens. Oh boy, Parasong. Parasong is een hele vervelende aanvaller. Allebei de Pokémon die zullen dus zeg maar gaan feinten binnen 3 beurten. Tenzij dat je je Pokémon uitswitcht. Dus we hebben nog 2 beurten. Bolt gaat leveltje omhoog, 48. Dat is alleen maar mooi. Want de laatste Pokémon is ook gelijk haar sterkste Pokémon. En dat is Starmie. Starmie level 47 met aanvallen Surf, Confuse Ray, Recover en Ice Beam. Ja hoor, het is er weer eentje die Recover kent. Dus Starmie is ook deels zeg maar een psychisch type. Dus Dark types willen ook hier heel erg goed tegen werken. Maar aangezien dat ik nog een beurt had. Hier baal ik van. Hier baal ik echt van. Ik had eigenlijk gehoopt dat Thunder wel zou raken, maar nu ben ik verplicht om uit te swappen. Ja, want we hebben hem op 1, dus Oké, nou dan zetten we onze defensive tank Midna in. Ik bedoel, het is ook een deels psychisch type, dus waarom ook niet? Confuse Ray. Die heb ik niet opgenoemd, wel. Jawel, die hebben we wel opgenoemd. Oké, ik denk al. Mijn notities moeten wel kloppen, verdorie. Oké, nou. We zijn confused. Midna, je bent sterk, Goed zo, Midna. Met jou kunnen we tenminste rekenen. Ja, met Brock hadden we het probleem dat er ook een Pokémon was gekomen. Nee, dat was met Gio Jr. Die had namelijk zijn Gengar en daar had ik Snibbit tegen gezet. Alleen die bleef zijn eigen maar raken in Confusion. En die is toen gefeint en dat vond ik best teleurstellend. Goed, nog een feint attack en waarom ben je nou... Oh ja, Quicklaw. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Wat vooral vervelend is. Goed. Surf. Doet niet genoeg. Oké, mooi. Hey, is die weer confused? Yes! Dat is mooi. Level 47 en it's down. Critical hit natuurlijk op het moment dat je het niet nodig hebt. Maar dat maakt niet uit. Zekerheid is altijd handig. Goed, nou, Midden krijgt ook een beetje experience daarvan. En Misty is verslagen. Boo freaky hoo. You really are good. I admit that you are skilled. Here you go, it's a cascade badge. En we hebben dus geld gekregen omdat we weer gewonnen hebben. Noem maar op. En we hebben de cascade badge. Hoera. Oké. Are there many strong trainers in Johto? Like you, I mean. I'm going to travel one day, so I can battle some skilled trainers. Natuurlijk, in de anime is het een andere Misty en dit is een totaal andere Misty ofzo, want ze hebben totaal geen link met elkaar ofzo. Maar dan wisten we eigenlijk al tot, die van de anime die is al zo vaak in Johto geweest.
Maar goed, met dat wil ik deze aflevering gaan afsluiten. Dus dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje, laat weten in de reactie. Nogmaals, sorry voor het grote gapende gat. En als je de tijd hebt, laat een likeje achter als je er natuurlijk de tijd voor hebt. Morgen gaan wij verder in Viridian City. Gaan we natuurlijk weer een gym battle doen. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. En ik ben blij dat we dit project gewoon op de rails kunnen houden. Dus nogmaals bedankt voor alle support. En tot morgen. Doei!